goeiedag. Deze week was het weer volop zonnig en droog zomerweer met steeds verder oplopende temperaturen. En deze donderdag worden de hoogste temperaturen verwacht. En op het warmste moment van de dag is het dan wel zo lekker om even de verkoeling van de schaduw of het water op te zoeken. En voor iedereen die niet zo houdt van dat hele warme weer heb ik goed nieuws, want er is verkoeling op komst. De afgelopen dagen liep de temperatuur al steeds verder op en afgelopen nacht koelde het ook maar nauwelijks af. En vanochtend bij het opkomen van de zon werd op veel plaatsen dan al een temperatuur van 20 graden gemeten. En dat gaat de komende uren nog verder oplopen. We hebben namelijk te maken met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. En die voert hele warme en droge lucht aan vanuit het zuiden van Europa. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur weer zo hoog kan oplopen, ook nog in het einde van augustus. Vooral in het oosten en zuiden van het land een maximumtemperatuur van zo'n 34 graden, lokaal misschien net 35. Maar ook in de rest van het land is het tropisch warm met temperaturen rond of net iets boven 30 graden. Daarbij flink wat zonneschijn, hooguit wat dunne sluierwolk, maar in de loop van de middag gaat vanuit het westen de hoeveelheid sluierbewolking toenemen en dan gaat de zon toch wel wat minder uitbundig schijnen. En aan die zuidoostenwind komt ook geleidelijk een einde, want we krijgen met een verandering van de windrichting te maken. De wind gaat namelijk draaien naar het westen. En dat gaan we voornamelijk vanavond merken. Dan gaat de wind aan zee ook behoorlijk aantrekken, wordt matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En dat is eigenlijk het startschot voor de afkoeling. En in combinatie met de bewolking die vanuit het westen gaat toenemen, hebben we in de kustprovincies temperaturen van zo'n 22 graden. Terwijl dieper in het oosten van het land, langs de oostgrens, daar is van die windrichtingverandering nog niet zo heel veel te merken. Daar ook nog relatief veel zonneschijn en vanavond nog zomerse temperaturen rond 25 graden. Nou, die afkoeling gaat niet helemaal zonder slag of stoot, want in de loop van de nacht gaan vanuit het westen een aantal buien over het land trekken. Daar hebben we ook vrijdag overdag nog mee te maken. En bij die buien kan ook onweer voorkomen. En in de animatie zien we ook dat het vrijdag aan het einde van de dag ook in het oosten van het land weer droog gaat worden. En dat zelfs in het westen dan weer opklaringen mogelijk zijn. En dat de zon nog even een tijd voluit kan schijnen. Nou, nog even in de weersymbolen, hoe ziet dat eruit voor vrijdag? Vooral in de nacht naar vrijdag dus enkele buien. Maar vrijdag overdag ook nog die buien die van west naar oost gaan overtrekken. En daarbij dus ook kans op een klap onweer. Die westenwind is matig, windkracht 3 of 4 en draait geleidelijk al een klein beetje naar het noorden. Dat zorgt ervoor dat het wel wat verder gaat afkoelen. Temperatuur zo tussen de 23 en 26 graden. Maar door die hoge luchtvochtigheid zal het eerder nog wat broeierig en klam aanvoelen. Moeten we nog heel eventjes wachten op de echte afkoeling. Want dat gaat tijdens het weekend gebeuren. We zien hier in de temperatuurpluim heel duidelijk die daling van de temperatuur van de donderdag naar de vrijdag. En tijdens het weekend zakt dat nog wat verder richting 20 graden. En ook in de nieuwe week blijft het een beetje zo rond die waarde van 20 graden schommelen. Later in de week wel iets meer onzekerheid. Dan kan het tijdelijk eventjes weer wat warmer worden. Maar na zo'n hele warme donderdag keren we geleidelijk terug naar rustig en droog zomerweer met redelijk normale temperaturen voor de tijd van het jaar.